Dit is een wijn die je rustig kunt wegleggen en heel lang kunt bewaren. Ja, dames en heren, goeiedag. In de serie wijnfilmpjes die we opnemen hier in restaurant Parkheuvel, 2 sterren Michelin, hier in Rotterdam, gaan we Numina vandaag met u proeven. Maar allereerst naast me staat Daan Sloothaak. Daar ben ik weer. En 5 jaar lang hier sommelier geweest. Ja, we hebben ook een bijzondere relatie met de familie van Lo. Ja, dat is altijd goed geweest. En daarom mogen we het hier ook doen. Dat vinden we ook heel erg leuk om het een keer op een andere locatie te doen. Ja, precies. En we gaan vandaag de Numina-serie proeven, Daan. En we hebben de Portillo's. De niet houtgerijpte Salentijnwijnen. Ja. Dan krijgen we Barrel Selection. En dan krijgen we Numina en dan krijgen we de Single Vineyards en Primus. Ja, precies. Ja, en de Numina's wijnen, die zijn heel bijzonder. Ja. Eigenlijk een geweldige prijs-kwaliteitverhouding, misschien heel goed om daar nu eens extra aandacht voor te vragen. Want daar zitten echt pareltjes tussen. Numina, een hele bijzondere naam. Ja, het is Latijns, hè, voor de geest. Ja. Ze noemen het ook de Spirit Vineyard, staat ook op de fles, op het label. En dat staat eigenlijk voor, het zijn de eerste wijngaarden van het huis en de beste wijngaarden. Ja, absoluut. Daarvan het fruit gebruiken ze voor deze wijn. Ja. Het zit dus echt een klasse boven, dat merk je meteen als je dit proeft. Ja, het zit een stuk boven de Barrel Selection. Het heeft ook een ander prijsniveau, absoluut. Maar dat haal je er ook helemaal uit. Juist. En het is heel leuk, we gaan de Chardonnay proeven, daarna de Malbec. Ja, absoluut. En dan de Grand Corte. Bordeaux blend wil ik niet zeggen, maar wel een van de meest succesvolle en hele bijzondere Numina wijnen. Hoogte 12, 1300 meter hoogte. Ja, precies. En dat is belangrijk. Daar Uco Valley. Absoluut. Uco Valley, Mendelpont daar, de ontdekking van. Ja, precies. Want Salentijn is toch wel echt wel leading daar. Hè? Ja, is, absoluut. We zijn ontzettend trots dat we dat hier op de Nederlandse markt hebben, importeren. Het is ook bekend in Nederland natuurlijk. Ja, het is het is echt een icoon eigenlijk. Echt een icoon, absoluut. Ja, je de wijnwereld in Nederland. Ja, wat ik heel bijzonder altijd vind, ik heb veel mensen over verschillen tussen Chili en Argentinië. Je ziet dat Chili toch in dat premium segment geweldige wijnen maakt, maar dat mensen ook vaak bij Chileense wijnen ook denken aan heel eenvoudige wijnen. Ja. Of goede wijnen, in ieder geval voor een lage prijs. In Argentinië, omdat het veel later op de markt pas is doorgekomen, zijn we gelijk redelijk premium gaan zitten. Ja, die hebben dat gelijk hoger ingezet. Die hebben dat gelijk hoger ingezet, dus die hebben dat imago ook anders liggen. Ja. En dat is wel heel apart. En, En dat vind je ook hier terug, want ook de duurdere wijnen van Salentijn lopen ontzettend goed. Ja, Chardonnay. Ja, prachtig natuurlijk. Wat je net zei is echt absoluut waar. Het is een groot verschil tussen de Barrel Selection en de Numina. Het is echt de moeite waard om eens een keer een stapje hoger te proeven. Ik zet ze wel eens naast elkaar in de proeverij. De Barrel Selection Chardonnay en dan dit. Ja, en dan de zeker de Chardonnay vind ik, de Barrel Selection is een knappe wijn. Ja. Je proeft duidelijk de houtrijping. En acht maanden. Numina is het wat completer, vind ik. Het is rijpe fruit, dus het fruit kan het ook wat beter aan dat het die houtrijping krijgt. Ja. En natuurlijk allemaal eigen wijngaarden, allemaal in de Uco Valley. Het is allemaal hoog gelegen. Dus het is gewoon knap. Top gemaakt. En 13,5% alcohol vind ik ook de grootste verdienste van José Galante. Ja. Dat hij die alcoholpercentage naar beneden gebracht heeft. Ja. Want 13,5% voor Chardonnay kan heel goed. Ja, heeft een hele mooie structuur. 8 maanden Frans eiken. Ja. En dan krijg je ook schitterend. Gele kleuren, een beetje het goud zit erin. Ja, en echt dat mooie witte fruit meteen in de neus. En weet je, mensen gaan altijd alles van nog met elkaar vergelijken, dit is gewoon een eigen stijl. Ja, inderdaad. Ja. Maar het heeft ook heel erg, het heeft verfijning, het heeft dikte. Je wil dit drinken als je houtgelagen Chardonnay wil drinken. Ja. En tegelijkertijd heeft het die verfijning, een beetje mineraal, zuurtjes, maar ook matchstick, een beetje dat vuursteen zit erin. Ja. En frisheid. Dus het is een hele complete wijn. Hele complete wijn. Heel knap. Ja, en ik vind het echt een wijn om bij te eten. Rijke visgerechten, wit vlees, gevogelte. Dat vraag je echt om als je dit wilt drinken. En pas wat dat betreft perfect bij de keuken hier natuurlijk, bij Parkheuvel. Ja. Erik van Loo is klassieke Franse stijl. Ja. Tarbot, roomsaus, maar ook kalshaas of dat soort dingen. En mensen zeggen, moet je dit nou vergelijken met Bourgogne? Nee, dat moet je niet doen. Nee, het heeft namelijk een romigheid, dat vind ik wel, in het middenpalet. Hè? Een beetje dat romige, wat naar boven komt, wat ik wel heel typerend vind. Maar het heeft daarnaast... Een tikje exotisch, wat het ook meer heeft dan... Ja, je moet het niet met elkaar vergelijken. Nee, mag je niet doen. Het is, iedereen heeft zijn eigen stijl. En dan,
Ja, heerlijk hoor. Prachtig, nu naar Chardonnay. Mooi. Ik spoel even je glas met een beetje rood. We gaan naar Malbec. Ja, de absolute topdruif van Argentinië. Hè? En we, het is eigenlijk geen één land wat met Malbec zo enorm scoort als Argentinië. Knap, hè? Ja. Dus, die hebben de druif geworden van Argentinië. Ja. Maar ook de druif van Salentijn, José Galante, die specialist is op high altitude, aanplant. En daar heeft hij echt een enorm in doorgezet. En dat heeft de wijn zoveel beter gemaakt. Die Malbec, die baat in wilde daar op die hoger gelegen wijngaarden. Met die dikke schillen. En daardoor komt er een fantastische wijn. Ik kijk ook even weer, 14,5% alcohol. Je kunt zeggen dat is heel veel. Maar dat alcoholpercentage geeft kracht aan de wijn. Ja. Als er maar voldoende fruit tegenover staat, dan heb je er ook geen last van. En ik ben het eens met veel mensen die zeggen, drink dit soort wijn op maximaal 18 graden. En niet op 22 graden. Ja, want dan, helemaal mee eens. Ja, want dan wordt het dat hebben we in de eerdere opnames ook besproken met de Italianen. Die stevig zijn, die krachtig zijn. Drink gewoon lekker op 17. Het gaat vanzelf al in het glas naar 18 of 19. Maar dan komt het in ieder geval niet op die 22, dat je niet wil. Nee, precies. Zet het even buiten. Mensen zeggen, moet het dan in de koelkast? Nou, is misschien te koud. Dan zet het gewoon even buiten. Neem dat de wijn terugkoelt. Ja. Of even het geeft zoveel sap in de wijn. Absoluut. Wij drinken wijnen, rode wijnen, te warm. En kamertemperatuur komt nog uit de tijd dat we geen centrale verwarming hadden. En het in de gemiddelde huishoudens in de lokale 18 graden was. Iets in die richting. Maar gelukkig zijn er steeds meer mensen die het netjes... Die dat ook goed doen. Ja, er zijn mensen die zeggen, moet je dit karaferen? Dus even een karaf. Kan, dat kun je doen. Hoeft niet per se. Het is 100% Malbec natuurlijk uit 2017. 2017 is nog wel een El Niño jaar geweest. Ja. Waar we toch nog een beetje last hadden van veranderde weersomstandigheden. Argentinië is zeker niet zoals Chili, een land waar eindeloos mooie wijnjaren zijn. We hebben daar wat meer last van regens en dat soort dingen. Ja, dat is wel zeg maar, wat Argentinië ook wel aantrekkelijk maakt natuurlijk. En de verschillen en de verschillen in percelen en in gebieden. Maar ik vind dit, ik heb het net geproefd, dit is Malbec. Dit is wel Malbec next level. Zeg maar. Ja, next level. Met veel concentratie. Ja. Je proeft hier echt de Brabant-gem. Oh. En wat ik altijd mooi vind, als je Malbec echt rijp gaat drinken, dan ga je op een gegeven moment zoveel concentratie dat je lichte menthol lichtjes op de achtergrond krijgt. Dan denk je, wat proef ik nou? Ja. Dat is de concentratie en de mineraliteit van die hooggelegen wijngaarden. Ja, dat is het met je eens. Dat is prachtig. Als je deze Malbec ook weer naast de Barrel Selection zet, dan ga je meteen een stap omhoog. Ja. Het is nog geen single vineyard, dan ga je weer een stap omhoog. Ja. Maar dit is wel eigenlijk... Ja, single vineyard is er meer gericht op specifieke terroir. Ja. En dit is natuurlijk gewoon Malbec op zijn best. Op zijn best uit de blend. Net als de primus die ze nog maken. Maar de primus is meer hout, meer Amerikaanse stijl. Ik vind dit is helemaal niet log, helemaal niet overdreven. Het is een wijn met heel veel structuur en heerlijk natuurlijk bij een goede ribeye. Of hij komt bijna weer bovendrijven. Ik zou je ook nog door de Toro Chili hebben laten. Je zou het eigenlijk overal bij kunnen. Nee, maar dan moet je bij Italiaans blijven. Maar een goede ribeye met inderdaad chimichurri. Dat is pittig, want dat kan deze wijn hebben, want het absorbeert het pittige eigenlijk als het ware. En dadelijk met de herfstmaanden. Ja, wild. Geef mij maar een mooie haasje of zoiets bij. Je kunt het heel breed inzetten en het is een fantastische wijn. Die ook nogal wat jaren weggelegd gaat worden. Alhoewel ik altijd zelf zeg, ik vind hem nu al heel goed te drinken. Ja. Ik zou hem niet nog 10 jaar wegleggen, dat zou ik zeker niet doen. Mooi man. Wat vind jij? Ik vind dat je dit gewoon binnen 5 jaar lekker moet doen. Ja, absoluut. Dat is goed, ik haal er 5 jaar. Maar de volgende, dat noem ik weer zo'n typische Grand Cru. Ja. Voor de poor. Dat soort noemen. Ja. Dat verzamel ik zelf ook. Grand Corte. Grand Corte. Ja. Een prachtige blend eigenlijk binnen die Numina-serie. Ja. De Numina-serie overigens is misschien wel leuk om te noemen. Wij proeven nu Malbec en Chardonnay. Maar het is ook de serie waar ze natuurlijk wat andere druiven als gebruiken. Cabernet Franc, Petit Verdot. Cabernet Franc zeer populair op dit moment. Hè? Ook door dat ontdekken we die druiven. Die Het is natuurlijk jarenlang een beetje onrijp gebruikt. En zeiden, dat is typisch Cabernet Franc. Je proeft paprika. Maar maar dat verandert. Ja. Dat is de Grand Corte, een blend, een Bordeaux blend. En dit is 2,16, 95 punten, Tim Atkins, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dit is 13,5%, dat is ook heel bijzonder, maar het is 2,16. Juist, dat is een ander jaar. Ander jaargang. Ja. Maar het is een blend. Ik zal even gewoon heel eerlijk spieken. We praten over 65% Malbec, 14% Cabernet Sauvignon, inderdaad. 10% Cabernet Franc, 6% Merlot en 5% Petit Verdot.
Is het dan een Bordeaux blend? Nee. Want het grootste deel is Malbec. Ja. Dus het is wel Argentijns, maar dit is een wijn die je rustig kunt wegleggen. En heel lang kunt bewaren. En dan is het echt feest. Ik zou het ook leuk vinden om dit zeg maar in een blind in een rijtje te zetten. Ja. Met Frans. Ja, dat durf ik zeker aan. Ja, want dit is José Galante, dit hebben ze al heel lang. En met de Chardonnay. Later is Malbec los daarbij gekomen met Petit Verdot en noem maar op. Ja. Omdat hij ook zei, die wijngaarden waren toen steeds meer zo goed aan het worden om er een monocépage van te maken. Ja. Een wijn van 100% van een van deze wijngaarden. Ik geloof ook hoge regen, maar het heeft de 16 maanden hout gehad van zijn eigen. Dus dat is ook niet kinderachtig. Ja. Maar het is geen Bordeaux wat je ruikt. Nogmaals, mensen zeggen Bordeaux, laat dat nou gewoon weg. Nee, je ruikt eigenlijk de kersen en het jammige van Malbec. Je ruikt absoluut het Malbec, ja. En dat is ook wat mensen graag willen, denk ik. Als je Salentijn, Uco Valley, grotendeels Malbec, dan wil je dat ook als eerste ruiken en proeven. Maar je proeft daarnaast en ruikt daarnaast ook wel. Typisch tannine van Cabernet Sauvignon. Ja. Maar het is een gesoigneerde wijn. Ja, en het is inderdaad totaal anders dan de 17e. Ja. Het is sappiger, het is frisser wat. Ja. Het is wat klassieker. Maar dit is misschien dit dus daarom ook wel langer bewaren. Het heeft alles in zich om weggeraakt te worden. En misschien over 5 tot 10 jaar, als je het goed weglegt. Hè? Ja. Ik heb al gezegd, breng het op magnums uit. Ja. En dan zou ik het zeker ook doen. Ook verzamelen, het is voor de mensen die zeggen, je kunt hem nu uitstekend drinken. Ik zou hem zelfs karaffeer om extra lucht te geven. Ja. Maar je drinkt het zelf ook graag thuis. Ik drink het heel graag thuis. Ja. Ik bewaar het ook echt. Ja, ik zeg tegen mensen zeggen van, ja, wat moet ik nou kopen? Nou, koop dit, leg het weg, kijk er gewoon even niet naar. Ja. Want dit is nu 2016 en dan ga je in 2026 maak je weer eens een fles open. Als je goede kelder of goede opslagruimte hebt, dat is wel heel belangrijk. Als je dat niet hebt, steady temperatuur. En inderdaad, en niet te hoog, dan kun je het goed drinken. Maar dit is dat is fantastisch voor mij. En dat zijn ze alle drie. Er zit ook geen prijsverschil tussen alle drie in dezelfde prijs. Ja. Dus het is heel leuk om dit zo te proeven. Ja. Ja. Een mooie serie. Ja, echt een hele mooie serie Luminaar. En ik zou zeker de mensen aanraden om ook de Cabernet Franc en de Petit Verdot, met name de Petit Verdot. Ja, en probeer eens een keer die Luminaar. Ja. Als je gewend bent om die Belle Selection te nemen. Ja, geef iets meer aan. Probeer eens een keer die Luminaar. Ja. Misschien, hij is nu in het Wenkering magazine, staat hij. Maar ik kan je verzekeren dat dat dit een wijn is, als je die eenmaal geproefd hebt, dan zeg je de barrel selection voor normaal standaard werk. En als we dan eens wat te vieren hebben, dan gaan we hier naartoe. Ja. En dan pakken we echt de wat betere samen. Echt een enorme mooie serie wijnen. Mooi. Dankjewel.